Ja, jij dacht tegen jou natuurlijk. Nee, Harry, even niet. Ja? Nee. Nee, nee, laten we even bij de feiten blijven. Je staat wel in de camera nou, Harry. Ja, dat stuk moet je maar even uitknippen. Oké. Gewoon even uitknippen. Ik knip helemaal niks uit. Ik laat jou vol in de pixie staan. Zeg je? Dat je vol in de pixie staat. Ah, nou, heel zo. Dag meneer, mevrouw. Houd moed, hè. Wat zegt u? Houd moed, hè. Moed verloren, alles verloren. We kennen hem. Halleluja, dan ben je gezegende mensen. Goeiedag. Hallo. Mag ik jou wat vragen? Wow, betekent dit iets voor je? Wat? Deze tekst. Ik heb het niet gelezen. Oh, nou kijk eens, deze. Ja? En? Of het wat betekent voor nee, je? Nee, het betekent helemaal niks voor mij. Nee, je gelooft niet? Nee. Heb je een ziel? Nee. Heb ik hem gezien? Nee, heb je een ziel? Geen idee. Ja, geest, ziel en lichaam. Ja, maar daar ben ik je niet bewust van. Nee, maar we zijn vaker ons ergens niet bewust van, terwijl het wel bestaat. Dat kan misschien, maar dat geloof ik niet. Oh, je gelooft het niet? Je gelooft ook niet in de God? Nee. Oké. Okay. Ja. Ja, dat kan. Ik geloof op feiten. Op feiten? Niet op geloven. Zalig zijn degenen die geloven en niet gezien hebben. Dan krijg je al een complete zaligverklaring over. Het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Ik geloof in dingen, of niet geloven, maar ik accepteer dingen dat ik kan zien bewijs van. Oké. Okay. Maar je gaat hem zien. Je gaat God zien. Ja, dat is jouw geloof. Ja. Nee. En ik respect dat je mag dat geloven, maar mijn geloof is anders. Oké. Dankjewel voor je tijd, hè. Ja, alsjeblieft. Oké, okay, fijne dag verder. Kom. Tot ziens, hoor. Hallo. Wat heb jij een lekker ijsje? Ja, goed. Je bent weer verwend vandaag, zeg. Ja. Oké. Okay. Weet je wat het grote cadeau van vandaag is? Dat ik mag zeggen dat Jezus van je houdt. Gezegende dag verder. Dag. Koran. Ja, maar wat zegt Jezus, hè? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door mij. Jezus Christus. Maar Jezus, een goede man, hè? Nog niet overleden. Amen. Nee, leeft, en wie is dan de laatste profeet? Mohammed. Nee. Wie leeft er nog? Onze laatste Mohammed. Maar Jezus leeft al. Jezus? Nee, Jezus 2 jaar. Nee, 2000. Denk ik 40 jaar. Oud. Jezus is er al. Nee, want Johannes 1 zegt, het woord was bij God en het woord is God. Jezus is één met God. Dus Jezus is net zo oud als God. Jezus betekent onze goede man. Maar Jezus 52 dagen Ramadan tijd geweest. Maar jullie achterlopen, Jezus, jullie nog niet 1 dag Ramadan, hè? Weet je? Ja. En weet je waar jij mee achterloopt? Dat je een verkeerde God aanbidt. Jezus, weet je? Waarom staat in de Koran dat mensen van het boek de waarheid spreken? Hey, 2 mensen van het boek, hè? Ja. Spreken waarheid. Ja. Waarom zegt de Koran dat? Wie de zoon heeft, heeft zijn vader. Ja, amen. Maar Jezus, wanneer gaat de wasje bijna praten? Ja. De hele tijd, hè? Oké, okay, maar dat is Koran. Ja. Maar dat klopt niet. Nee? Alleen de Bijbel. Bijbel. Alleen de Bijbel. Wat voor taal spreek jij? Wat voor taal lees jij? Arabisch? Nee, Turks. Turks? Ja. Moet jij een Nieuw Testament van mij hebben in Turks? Ga jij lezen? Ja, deze. Hè? Deze. 600 jaar gaat doorgaan, Osman tijd alleen. Hè? Osman tijd. Osman tijd. Osman? Ja. Is een goede tijd, hè? Maar nu... Weet je wat een goede tijd is? Ja. Als Jezus weer terugkomt.
Jezus nu in leven. Kom terug, ja. Ja. Maar ja. Mijn hand nu. Hè. Daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan. Hè? Nee. Nou, is allemaal een nieuwe boek. Deze allemaal nieuw, niet oud. In het oude boek ja? Wordt verwezen naar het nieuwe boek. Ja, deze boek. Jesaja. Ja? Genesis. Genesis, boek Genesis. Eerste letter, eerste zin. Terugvertalen naar het oude Hebreeuws in hieroglyphen. Dan staat daar evangelie, dat Jezus komt. Ja, maar Jezus niet wil jij hem lezen? Wil jij hem lezen? Jezus is niet overleden, ik weet het. Indië. Dat is je Bijbel. Indië, ja, ja, ja. Ja, dat is de Turkse taal. Ja. Ja. Nou, wil jij die lezen? Jawel. Matteüs 24, Lucas 13. Dat zijn twee boeken. Even lezen. Ja, ja. Ja? Hé, hey, mag ik heel kort een zegen over je uitspreken? Ja. Jouw zegenen. Ja, ja. Mag dat? Tuurlijk. In Jezus' naam? Jezus' naam is de Isa. Ja, maar Jezus Christus is mijn naam. Van. Ja, maar jullie zeggen dat, maar ons ook geloof ik de Jezus. Zullen we hem de Christus dan noemen? Want hij is de Messias. Wat is jouw voornaam? Mij? Ja? Ahmed. Ahmed, ja. Aangenaam. Ik ben Dick. Ja. En dat is Harry. Ja. En mag ik nu de zegen over je uitspreken? Ja, maar ik heb geen tijd, maar nu ben ik... Moeilijk verstaan, ik heb het net al aan staan. Hè. Nee, maar jij verstaat me heel goed. Jij wilt het gewoon niet. Ja, weet je, ga jij vanavond met Jezus praten? Ga jij praten met Jezus? Hij leeft, hij houdt van je, hij wacht dat je met hem komt praten. Soms weinig mensen contact maken. Weet je wat, je moet niet naar Mekka bidden, je moet naar Jezus bidden. Jezus, dat is de enige weg. Dankjewel, God zegen. Kom maar, Harry. Succes, hè? Ja, dankjewel. Dank je wel. Goed letten, goed afrekenen. Ja. En jij goed lezen, hè? Ja, ja. En met Jezus praten. Ja. Halleluja. Jezus! Zo. Daarvoor moest ik een Turkse vandaag meenemen. Ik heb dat ding nooit bij me. Nee, nooit? Nee. Het kwam juist doordat Janka zei van, heet die... Ja, ja. Hallo. Mag ik vragen wat uw bedoel hiermee is? Oprechte vraag? Ja, mag je vragen. En ik geef een oprecht antwoord. Okay. Het is een Bijbelse opdracht. Gaat de wereld in en verkondigt de evangelie. Dus het feit dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om de weg tot God weer te openen. Ja, u voelt een soort van drang om dit te doen. Nou zeg je het helemaal goed. Ja? Een drang, ja. Ik heb geleerd dat het gaat om een relatie met een levende God. En daarom staan we. Ik heb mensen te inspireren. Ik heb een boodschap te vertellen. God is het die hart je aanraakt. Dat is eigenlijk wel een soort van inspireren. Nee, ik noem het niet inspireren. Waarvoor dan de bodycam? Als getuigenis. Ik neem alles op. Ik maak er mooie filmpjes van. Eigen YouTube kanaal. Ja. Blurte gezichten. Heb je veel abonnees en zo? Nou, ik heb hem pas sinds een paar maanden. Oh, ja. Maar ik heb wel ook andere filmpjes erop staan. Subscriben, dan abonneren, belletje aan. De waarheid, Jezus Christus. Subscribe. We zijn extra trouwe volgers erbij. Toppie, hoezo? Ken je Jezus? Niet persoonlijk. Daar gaat het juist om. Weet je, daar gaat het om. Maar geloof jij in God? Nee, ik wil niet geloven. Nee, dan ken je hem ook niet persoonlijk. Dat is, dat is ook wat ik zei. Maar dan wel persoonlijk? Wat zeg je? Kennen jullie hem wel? Ja. Ja. Dat is wat ik net zeg. Het gaat niet om een religie, om naar een kerk gaan. Het gaat om een relatie met die levende God. En hoe uit die relatie zit dan? Tot mijn 46e heb ik zonder God of gebod geleefd. En als ik dan naar gelovigen keek, of ze hoorden, of dacht ik, wat een halve tamme joh. Die mag dit niet, die mag dat niet. Weet je wat ik nou geleerd heb, naarmate ik Jezus meer en meer leer kennen? Als ik iets doe of laat, doe ik het uit liefde voor hem. Okay. En dat is een wezenlijk verschil. Ja. Weet je, die Bijbel is voor mij absoluut de waarheid geworden in die 11 jaar. Maar hoe voelt u dan zeg maar, een soort relatie als u nog nooit gezien heeft? Zalig zijn zij die geloven en nooit gezien hebben. Weet je,
Als hij gedoopt wordt, volwassen doop, dan sterf je af, leert de Bijbel mij. En dan sta je op in een nieuw leven. En dan word je verzegeld met de Heilige Geest. De Geest van God. Ja. En de ganse volheid, goddelijke volheid, komt inwoning in je nemen. En dat is het verschil. Daardoor ga je heel anders in het leven en in de wereld staan. Ja. Weet je, het is niet belangrijk. De mensen zeggen wel eens, wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Daar gaat het niet om. Wat zegt de Bijbel? Ja, ik heb het nooit gelezen. Nou, moet je het leentje hebben in het Nieuw Testament? Nee, ik ben daar niet zo geïnteresseerd. Weet je waar het om gaat? Jij bent ziel, jongen. Ik ben? Jij bent ziel. Jij bent ziel en die hebt eeuwigheidswaarde. Ja. Jij denkt... Nee, maakt niet uit, maar dat is een feit. Mm-hmm. En als jij je hoofdje neerlegt, dan ga je jouw ziel. Je bestaat uit ziel, lichaam en geest. Ja, je zegt ja, maar je hebt... Ik volg. Ja, oké. Okay. Jouw lichaam houdt op. Je lichaam, of je ziel en je geest gaat door. Ook terug naar die schepper. Ja. Maar eigenlijk is het in de loop van de jaren, rond de belichting is eigenlijk bekend geworden dat dingen uit de Bijbel eigenlijk niet allemaal klopten. En dat de Bijbel door de mens geschreven is. Hoe kunt u dat... De Bijbel is door de mens geschreven in 1500 jaar tijd door 40 verschillende schrijvers in diverse landen. Syrië, uit oude Babylon, Jeruzalem, noem maar op, in het Midden-Oosten. Daarnaast, als jij die Bijbel gaat lezen, onder andere Oude Testament, Nieuwe Testament, daar zit verschil in. In het Oude Testament leefde een profeet Jesaja en die deed 620 jaar voordat Jezus kwam en leefde, gaan ze een paar stukken over wat hij gaat doen. Dat hij op de wereld komt. Er zijn veel mensen die zeggen, ja dat klopt niet, dat klopt niet. Voor mij is die Bijbel door die relatie met die levende God de absolute waarheid geworden. En waarom die dat allemaal toestaat, weet ik niet. Ik heb hier overal een antwoord op. Wat zegt u dan van dat er mensen zijn die zeggen, God heeft de wereld geschapen. Ja. Nee. Ik geloof, God zegt in de Bijbel, er valt geen mus ter aarde zonder dat ik daar weet van heb. En al je haren op je hoofd zijn geteld. En weet je, en mijn verstand, als ik mijn verstand heb zonder geloof, dan gaat dwars tegen al die uitspraken in. Want ik kan het niet bevatten en ik begrijp het niet. Maar geloof is ook een vertrouwen. Maar als het nooit bewezen is ofzo, of nooit iets... Hoe merkt u in het dagelijks leven van dat Jezus iedereen met u is? Dan is die relatie. Nee, even wachten. Dat is die relatie. Ja, maar als je er niks van merkt. Ja, maar ik merk het wel. Wat merk je? Echt wel. Ik merk zijn aanwezigheid. Mensen waar ik mee bid regelmatig op straat. Ja. En ik bid met ze. Die worden helemaal warm van binnen. Dat is God die de aanwezigheid openbaart. Maar wat heb je daar? Wat zeg je? Uiteindelijk heb je eraan, als jij een relatie hebt met die levende God, Jezus Christus, erkend hebt, dat je ziel behouden is voor de eeuwigheid. In de eeuwigheid heb je een aanwezigheid van God, of niet in de aanwezigheid van God. Ja. Nee, maar het is voor ons zeg maar, best wel moeilijk te begrijpen dat eigenlijk dat mensen de Bijbel hebben geschreven. Onder regie van God. Je moet zien, net zoals de profeten, de oude profeten in het Oude Testament. Want die hebben eigenlijk de Jesaja, Jeremia, noem maar op. Dat zijn allemaal profeten in het Oude Testament. En die hebben die boeken ook geschreven. Alleen in het Nieuwe Testament is het weer een ander verhaal. Dat is na de kruisiging is dat. Maar dan ga je ook het Nieuwe Verbond in. En wat vindt u dan van andere geloven? Dwalingen. Valse goden, drekgoden noemt de Bijbel dat. En weet je waarom? Omdat je alleen Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is heel exclusief. Daarbij, bij al die geloven moet jij wat doen. Als jij moslim wordt, moet je 5 keer per dag naar Mekka bidden. En die geloven dat hier een engel zit en hier een engel, een foute en een goede. Weten niet of ze behouden zijn. Ik heb de belofte in de Bijbel van God zelf. Dat ik behouden ben als ik Jezus Christus aanneem. En daar sta ik voor. Daar geloof ik gewoon 100% in.
Ik ben ervan overtuigd. Maar heel veel mensen dat ook andersom. Dat die bij ons zijn overtuigd zijn van moslims geloven. Dat is weer een verhaal. Maar weet je wat het verschil is? De kern van God is liefde. Hij is heilig, hij is rechtvaardig, daardoor kan hij geen zonde vertragen, maar zijn kern is liefde. En dat merk je aan de komst van Jezus, hoe hij die weg weer laat openen. Weet je dat eigenlijk alle ongelovigen alsnog met respect, etc. in de hemel zullen wandelen? Nee. De Bijbel staat heel duidelijk in. Een hoop kerken brengen een genade-evangelie. En die zeggen, ja, iedereen is behouden. Maar het is niet zo. De Bijbel zegt heel duidelijk, ook de goddeloze is voor de dag des oordeels gemaakt. God haat de goddeloze. Hij zei toch ook dat u niks hoeft te doen om met, of in ieder geval dat u geen acties, geen daden... Nee, dat zeg ik niet. Doordat jij hem gaat erkennen en zijn liefde gaat beantwoorden, die liefde voor hem dwingt mij juist om dingen te doen. Als ik nou vandaag, niet hier zou staan met Harry. En ik zou gewoon lekker gaan stappen en zo. Dan zou ik me schuldig voelen. Ja? Ja, echt. Dan zou ik mezelf niet meer in de spiegel aan kunnen kijken. Zou het ook kunnen werken bijvoorbeeld om mij aan werk te zetten op school? Nee, dat is mijn taak niet. Sorry? Jou aan het werk te zetten voor school? Ja. Nee? Als jij een God gelooft, dan kun je persoonlijk om hem vragen. Maar dan moet je wel in hem geloven. Als je hebt zin om hem te vragen. Ja, ja, van binnenuit gedreven. Echt, dan leer ik die genade van hem kennen. Doordat hij een verlangen op mijn hart legt om te gaan bidden. Ik wist geen eens wat bidden was. Zo out of the blue, bam. Ik wil gaan bidden. Daar is mijn avontuur begonnen. Dus eigenlijk moeten wij God ook een beetje dankbaar zijn voor dat mensen geen... Dat is het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond. Precies. Ja, maar dat wil Jezus. Weet je, in het Oude Testament is het. Oog om oog, tand om tand. Misschien wel eens van gehoord. Maar dat was gewoon, als iemand jou wat doet, dan doe je het gewoon keihard terug. Maar het Nieuwe Testament met Jezus is precies omgedraaid. Van, als iemand je slaat, keer hem de andere wand toe. Nederigheid is heel belangrijk. Weet je, ook al zei jij mij 10 keer uit te schelden, prima. Als ik dat 12 jaar geleden had gedaan, had ik de kop van je romp afgetrokken. Simpel. Dat is het verschil. Dat is dan ook prettig voor ons eigenlijk. Logisch dat hebben. Ja. Maar het verschil tussen het christendom ook, die christenen worden massaal vervolgd over de hele wereld. Ik geloof niet in die stromingen, niks van dat alles. Ik ben de volger van Jezus. Ik wil jullie bedanken. Ik wil jullie bedanken voor je oprechte vragen, mannen. En het klinkt raar, hè? En je moet je verstand even uitschakelen, simpel gezegd. Maar ga eens een keer met hem praten. Hoe praat jij met mij? Gewoon. Hoe heb ik een relatie met die levende God opgebouwd? Voor mij is bidden praten. Maar dat is het is voor een stemmetje in uw hoofd. Ik nog redden... Weet je wat ik toen zei? Iemand vroeg dat aan mij. Hè? Weet je wat ik toen zei? Ja. Ik zeg, ben ik schizofreen hoor, met je stemmetjes in mijn hoofd. Het zijn zachte gedachten die langskomen. Het is ook een... Het is een kunst om de stem van God te gaan leren verstaan. Jij weet, als Jezus wat tegen jou zegt, uit welke hoek dat komt. Kijk. Hé, hey, mijn mannen, ga op zoek, dankjewel. En een gezegende dag verder. Ja, zelf weer. Oké, hoi. Nou, dit vond ik wel even bijzonder. Hè? Hey. Ja, ze komen allemaal hierheen. Vier jongens zo, met oprechte vragen. Hè?